Welkom iedereen, mijn naam is Dieter Sommers. Ik ben actief op het Nationale Kenniscentrum van VOCA als adviseur rond digitale transformatie. En ik hou me dus bezig met alle digitaliseringstopics op het vlak van studie- en lobbywerk, projectwerking en netwerking en dienstverlening. Ik zit ook mee als waarnemend lid in de stuurgroep van het Kenniscentrum Data en Maatschappij. En ik ga jullie vandaag een inkijkje geven in de rol van VOCA rond digitale transformatie en ook onze inbedding in het Vlaamse digitaliseringslandschap. Ik geef uiteraard ook een inkijkje in onze digitale quickscan, die een centrale rol speelt in ons digitaliseringsaanbod. En onderbreek me gerust wanneer je iets wilt zeggen. Ik probeer ook de chat in de gaten te houden, maar dat is natuurlijk niet altijd even eenvoudig. Dus de moderator van het kenniscentrum kan dat misschien ook mee faciliteren. Goed, wat wil ik nu vandaag laten zien? Dus ik geef eerst een woordje uitleg over VOCA, dus onze activiteiten en onze werkwijze. Vervolgens geef ik aan hoe wij binnen VOCA zelf digitaal transformatie definiëren en invullen. En dat is belangrijk ook om die scope te bepalen. Ik verwijs ook naar het plan Samen Groeien, waar digitalisering of digitale transformatie een belangrijke component is. En ik geef finaal ook een overzicht van het digitaliseringsaanbod binnen VOCA. We hebben hier het afgelopen jaar hard aan gewerkt en we kunnen nu wel, denk ik, een mooi complementair aanbod voorleggen aan onze ondernemingen. En dan kunnen we eindigen met een Q&A. Ik denk dat de presentatie zelf iets van een 20 of 25 minuten in beslag neemt. Dus we kunnen zeker wel tijd hiervoor vrijmaken, hè. Dus even kort over VOCA zelf. Dus ja, VOCA kan je zien als het grootste netwerk van ondernemers in Vlaanderen, maar ook in Brussel. We vertegenwoordigen daarbij de belangen van ondernemingen tot op het hoogste niveau. En deze slide geeft dat cijfers over de grootte van het netwerk. Zo zie je dat we meer dan 18.000 leden tellen. We zijn goed voor meer dan 65% van de private tewerkstelling in Vlaanderen. En onze leden staan in voor maar liefst 80% van de export. Vandaag bestaat de VOCA-alliantie uit VOCA VZW of VOCA Nationaal in Brussel. En dan zes regionale VOCA-kamers van koophandel. Dit wordt dan ook nog aangevuld met VOCA Metropolitan voor de Vlaamse ondernemingen in Brussel. En als je dan die entiteiten gaat vergelijken, dan kun je zeggen dat de VOCA VZW zich vooral toelegt op standpuntbepaling, belangenbehartiging en projectwerking op Vlaams breed niveau, terwijl de VOCA-kamers vooral sterk staan in regionale belangenbehartiging. Er is ook een Vlaams brede projectwerking die instaat voor projecten, onder andere gelinkt aan programma ondernemerschap enzovoort. En we werken ook actief samen met 29 sectororganisaties. De diensten die we aanbieden kan je onderverdelen in drie pijlers, namelijk verdedigen, verbinden en versterken. Verdedigen is vooral gelinkt aan lobbywerk. Verbinden draait meer rond netwerking en matchmaking. En versterking focust meer op opleidingen, advies en communicatie. En dan hier zie je een greep uit het aanbod rond versterken. Je ziet dat dit vrij divers is en ik ga hier niet al te diep op ingaan. En dan als laatste ook nog een slide die aangeeft dat wij begeleiding aanbieden over de hele levenscyclus, gaande van sensibilisering tot oriëntering, tot starten en groeien. En zelf tot ook ja, de overdracht van de onderneming. Nu hier digitaal transformatie. Hoe definiëren wij dat zelf binnen VOCA? En ik kan hier ook wel zeggen, denk ik, dat digitale transformatie ondertussen een speerpunt voor VOCA is geworden. En dat weerspiegelt zich onder andere in een viertal zaken. Namelijk, digitalisering is een essentieel bouwblok binnen onze interne strategie en ons dienstverleningsaanbod. Het wordt ook een steeds belangrijker lobbydossier, dus ook voor onze ondernemingen. Het is ook een kernelement binnen ons transformatieplan, Plan Samen Groeien, dat ik straks ook ga toelichten. En het weerspiegelt zich ook in de interne capaciteitsversterking. Zo kan ik ook al meegeven dat we vanaf Q1 2021 ook minstens één extra VTE per kamer zullen hebben die zich zal focussen op digitale transformatie.
Nu, hoe zouden wij zelf digitale transformatie definiëren? Dat zien wij eigenlijk als een proces dat ondernemingen doorlopen, waarbij men door middel van digitale technologieën en vaardigheden belangrijke bedrijfsdimensies gaat transformeren en verbeteren om zo meer toegevoegde waarde of superieure prestaties te bekomen. En die bedrijfsdimensies zijn voor ons vrij divers. Dat gaat van industriële bedrijfsprocessen tot organisatiestructuur, het bedrijfsmodel tot de geleverde diensten ook. En we zien het ook als een zeer transversaal proces dat doordringt in de hele organisatie en ook een invloed heeft op alle bedrijfsdimensies. We spreken ook vaak over de digitale transformatieparadox. En deze paradox geeft aan dat ondanks het grote potentieel, dit heeft zich nog niet echt gemanifesteerd in productiviteitscijfers of resultaten. En dat komt eigenlijk door die grote transversaliteit en die zorgt ervoor dat maar weinig ondernemingen dit proces succesvol kunnen voltooien. Want een succesvol transformatieproces houdt immers rekening met implicaties op alle bedrijfsdimensies. Nu, hier op deze slide heb ik een aantal succesfactoren en uitdagingen opgelijst bij digitaal transformatie. Dat is vooral gebaseerd eigenlijk op eigen veldwerk en gesprekken met vele ondernemingen, zowel grote ondernemingen als KMO's. Maar dat is ook nog aangevuld door literatuurstudies van onder andere het Wereld Economisch Forum of de grote consultancyorganisaties. Ik ga die uiteraard niet allemaal overlopen, maar het is wel relevant om te tonen, omdat het zaken zijn waar we zelf op willen inzetten, zowel binnen onze strategie als binnen ons dienstverleningsaanbod. Als je succes wilt hebben, is het bijvoorbeeld belangrijk dat je een digitale strategie hebt die rekening houdt met alle bedrijfsdimensies, maar die ook breed gedragen is. En ook de betrokkenheid van de werknemers is daarbij zeer belangrijk. Wat ook voor zich spreekt, is dat je voldoende rekening moet houden met het benodigde en het aanwezige talent en vaardigheden. En wat ook zeer belangrijk is, is dat je rekening houdt met het juiste businessmodel om die digitale transformatie optimaal te valoriseren. En dan bij de uitdagingen wordt de factor van talent of medewerkers het meest aangehaald door de Vlaamse ondernemingen. Vaak is er immers een tekort aan digitaal talent of houdt men onvoldoende rekening met het aanwezige menselijk kapitaal. En men heeft ook niet altijd de juiste digitale cultuur of mindset. En dan ook een zeer belangrijke externe uitdaging is namelijk, ja, hoe vind ik de juiste strategische IT-partner? Want zeker omwille van de snelheid waarmee de digitale technologieën evolueren en de complexiteit, ben je steeds meer afhankelijk van externe partners om u daarbij te ondersteunen. En dit is ook een element dat we ook zelf zeer belangrijk vinden binnen ons eigen digitaliseringsaanbod. En de specifieke uitdagingen die het meest door KMO's worden vermeld, die staan hier ook onderlijnd op die slide. En dat is ook, ja, het tekort aan digitaal talent, de beperkte technische expertise of middelen en de nood aan de externe partner, hè. Zeker ook omdat veel van die KMO's niet altijd een eigen IT-departement hebben, waarbij ze dus nog meer zijn aangewezen op die externe partner. Deze slide toont de bouwstenen van digitale transformatie in Vlaanderen, zoals we die zelf zouden definiëren. En dat is gebaseerd op het stappenplan dat een typische onderneming doorloopt daarbij, maar ook de succesfactoren en de struikelblokken en de randvoorwaarden. En voor een succesvolle transformatie dienen al die bouwblokken zo optimaal mogelijk te worden ingevuld. En wij zien vooral van het Voca dan toch bouwstenen op drie verschillende niveaus. Namelijk het microniveau, dus welke zaken kan een onderneming zelf aanpakken. Dan het mesoniveau, hoe dient het ecosysteem georganiseerd te worden. En dan heb je ook, ja, het macroniveau, wat zijn de randvoorwaarden die de overheid ook mee kan aansturen. En ik denk dat we met Voca vooral een rol spelen op elk van deze niveaus. En de eerste twee niveaus ondersteunen we zelf via adviesverlening en netwerking of matchmaking. En het derde niveau ondersteunen wij mee via lobbywerk naar de overheid. En de overheid, dat is, ja, voornamelijk voor ons dan toch de Vlaamse overheid en de federale overheid. En dan deze slide geeft zelf onze positionering weer binnen het Vlaamse digitaliseringslandschap. En dat landschap wordt aangestuurd door vier belangrijke categorieën. Dus bovenaan heb je de kennisinstellingen in Vlaanderen. Het aanbod rond digitalisering hier is uitgebreid, maar tegelijkertijd ook zeer gefragmenteerd. En de kennis zit hier verspreid over universiteiten, hogescholen,
strategische onderzoekscentra, speerpuntclusters, IBN's, collectieve centra en noem maar op. De voornaamste overheidsdepartementen die digitalisering ondersteunen, heb ik hier ook opgelijst. Zeer relevant daarbij, ook zeker voor FOCA, zijn het agentschap Innoveren en Ondernemen, dus FLIO, en het departement Economie, Wetenschap en Innovatie. Daarnaast heb je uiteraard ook de burgers die een steeds belangrijke stem hebben, zeker ook om klantgedreven innovaties te stimuleren. En dit is een element binnen digitale transformatie die ook zeer relevant wordt. En dan linksonder heb je de bedrijfswereld, bestaan uit de ledenorganisaties, de IT-aanbieders en ook een enorme vraagzijde. En ik denk dat FOCA's rol daar toch wel vrij uniek is en daar wil ook meer gebruik van maken. Zo hebben we immers een zeer sterke lokale verankering. We zijn ook verbonden met alle actoren hier opgelijst op die slide. We hebben ook een zeer uitgebreid Vlaams netwerk. En we tellen leden van alle types, groot en klein, aanbod en vraag. En dat ledenbestand kunnen we ook strategisch ook gaan aanwenden om meer matchmaking te doen onder onze leden. En we zijn ook structureel ingebed in de Vlaamse impulsprogramma's rond AI en cybersecurity. Zo sturen wij die ook mee aan en toetsen onder andere de vraaggedrevenheid van het strategische basisonderzoek. En we zorgen ook mee voor de implementatie van kennis bij Vlaamse ondernemingen. En we zitten ook in alle werkgroepen of stuurgroepen van de belangrijke luiken van deze impulsprogramma's. Nu, ik ga misschien ook heel kort even ons transformatieplan weergeven of even tonen. Dat heeft de term gekregen, plan samen groeien. En dat is ook wel relevant om even aan te geven of even te vermelden, omdat dit plan ook aangeeft hoe wij onze economie willen laten heropleven. En dit plan heeft ook een invloed of een directe impact op onze eigen lobbyactiviteiten. En ik ga hierbij vooral aangeven hoe digitalisering kadert binnen dat transformatieplan. En dat plan kunnen jullie ook terugvinden op plansamengroeien.be. Dus zoals gezegd, we zien dat echt als een plan om onze economie en ook onze samenleving te laten heropleven en te verbeteren met als tijdshorizon richting 2030. En het is daarbij gericht op een gedeelde en gezonde groei van 2%. En om dit te realiseren, willen we tot een nieuw sociaal-economisch pact komen tussen ondernemingen, burgers en overheden. En we willen ook dat iedereen mee in die dialoog treedt om zo echt mee naar een gedragen boodschap te gaan. En dan hier zie je ook op die slide dat het PAN voortbouwt op 3 groeidomeinen om die gezonde groei te realiseren. Namelijk digitale samenleving, Flanders Digital, slimme duurzaamheid, Green Flanders en ook een groeidomein rond gezondheid en welzijn, dat we dan Gezond Vlaanderen labelen. En dat steunt ook op 5 hefbomen. Dus 5 hefbomen om mee die groei binnen die domeinen te verwezenlijken. Namelijk innovatieve en concurrentiële bedrijven, een flexibele arbeidsmarkt en een modern onderwijs, een doeltreffende sociale zekerheid en fiscaliteit, een performante overheid en tenslotte een open en internationaal Vlaanderen. Hier zie je eventjes kort de invulling voor het groeidomein rond digitale samenleving. En Flanders Digital moet je hierbij zien als een soort van overkoepelende strategie en kapstok van alle digitale inspanningen. En dat is gebouwd op 4 pilaren, zoals hier ook op die slide vermeld. Dus er is een pilaar rond digitale economie. Dus dat is links van boven. En daarbij beogen we de opschaling van digitale kanalen en nieuwe businessmodellen. En het beoogt ook de introductie van relevante regelgeving, zoals onder andere voor de tewerkstelling in de deeleconomie of e-commerce. En dan met digitale overheid bedoelen we vooral digitalisering van overheidsdiensten en ook de ondersteuning van open data en smart city platformen, waarbij we uiteraard ijveren voor een verregaande digitalisering van onze publieke diensten. En dan is er ook een luikje rond digitale industrie en dat omvat een industrie 4.0-strategie om bedrijven te ondersteunen in de digitale transformatie, onder meer door de succesvolle implementatie van nieuwe technologieën en algoritmes. En het beoogt ook de opzet of de verdere stimulering van digitale ecosystemen. En tenslotte heb je ook een pilaar rond digitaal talent en dat behelst zowel de digitale transitie in het onderwijs als een grootschalige omscholing van onze werknemers.
En dit alles wordt dan ondersteund door een optimale digitale infrastructuur, waarbij we uiteraard ook een cruciale rol zien weggelegd voor 5G en glasvezelnetwerken. En dan, deze slide geeft ook weer hoe de 5 hefbomen zouden worden ingevuld voor het groeidomein rond digitale samenleving. Die slide die bevat heel veel informatie, dus ik ga dat uiteraard niet allemaal overlopen. Maar bijvoorbeeld in de hefboom rond innovatie zie je ook dat er voldoende middelen zouden moeten gaan naar O&O rond digitale technologieën, als ook dat er middelen en kapitaal voorzien zouden moeten worden voor innovatieve start-ups en scale-ups. Trouwens, al deze voorstellen die we hier geven, dat zijn echt maar aanzetten. We zien dat natuurlijk niet als te nemen en te laten. Het is meer eigenlijk een soort van suggesties of voorstellen om meer dat debat te openen. En we willen daarbij ook gewoon dat iedereen zijn input hier geeft. Niet enkel ondernemingen, maar ook zeker burgers, overheid en experten daar rond. Nu, dat gezegd zijnde, ga ik misschien even overlopen hoe het eigen digitaliseringsaanbod binnen FOCA eruit ziet. En daar hebben we het afgelopen jaar toch wel sterk aan gewerkt. En dit vooral vanuit de ambitie dat we met FOCA willen uitgroeien tot de centrale toegangspoort voor bedrijven die willen digitaliseren. En we willen daarbij ondersteuning aanbieden bij alle digitaliseringsstappen. En dit vooral vanuit onze eigen troeven. Dit wil zeggen als begeleider of matchmaker, waarbij we vraag en aanbod beter willen koppelen aan elkaar. En binnen dat kader werken we samen met en verwijzen we door naar sterke partners. En die sterke partners binnen dat verhaal, dat kunnen kennisinstellingen zijn, maar ook zeker private partijen. Nog wel logisch natuurlijk. En uiteraard vertrekken we daarbij altijd vanuit de nood van de onderneming. Nu, wat is daarbij ook cruciaal om te weten? Namelijk dat onze digitale quickscan daarbij centraal staat. En deze digitale quickscan, dat is een tool die we in augustus hebben gelanceerd. En die fungeert nu als een soort van ideale verbindingstool om ondernemingen toe te leiden naar ons digitaliseringsaanbod. En we zien de scan daarbij als een belangrijk verbindende factor en als startpunt. En bedrijven die de scan invullen, die krijgen enerzijds meer inzicht in hun digitale maturiteit. En anderzijds helpt de scan ons ook om ondernemingen door te verwijzen naar programma's of partners. Op basis van 1, hoe ver staan ze? En 2, op welke domeinen hebben ze ondersteuning nodig? En dus die scan die gebruiken we ook om intern bedrijven door te verwijzen naar ons eigen digitaliseringsaanbod. En op deze slide staan ook al die programma's binnen FOCA opgelijst, met centraal dus die digitale quickscan. En bovenaan staat het huidige aanbod en dan onderaan staan de programma's die in de komende maanden worden opgestart. En VCDT staat daarbij voor FOCA Charter Digitaal Transformeren. En dit programma werd midden november opgestart. En als je dan alle programma's samenneemt, denk ik wel dat we vanuit FOCA een zeer complementair aanbod kunnen aanbieden aan onze ondernemingen op het vlak van termijn, namelijk zijn de ondersteuningsprogramma's kort of lang, op het vlak van thematische focus, op het vlak van doelgroep, worden KMO's ondersteund of ook grote ondernemingen, gaat het om innovatievolgers of innovatieleiders. Maar ook wat is het type begeleiding? Gaat het om begeleiding die 1-op-1 is of eerder in groepsvorm? En dan nu ga ik even nog verder ingaan op die digitale quickscan. Dus die werd officieel ook mee gelanceerd door de minister van Innovatie, Krivits. En de scan die wordt ook ondersteund door Flyo. En we doen dit ook samen met onze strategische partner Deloitte Private. Dus hier nog wat meer inzicht in deze scan. Dus ondernemingen krijgen een vragenlijst rond 4 verschillende topics. Een topic rond digitale strategie. Eentje rond organisatie, dan rond klanten en leveranciers en dan ook een luikje rond technologische infrastructuur. En productiebedrijven krijgen ook nog additionele vragen. En het gaat globaal gezien om een 50-tal vragen. En dan ondernemingen krijgen dan vervolgens ook een rapportje met hun digitale maturiteitsscore en ook hoe ze zich verhouden ten opzichte van andere ondernemingen. En dit is onder meer via een spindiagram en dat zal ik ook straks laten zien. En er kan dan ook een gratis opvolggesprek komen met extra duiding.
En ook een doorverwijzing naar relevante programma's, tools of partners. En die doorverwijzing kan dan zijn naar onze interne programma's. Natuurlijk enkel als het relevant is, maar ook zeker naar andere organisaties. En we proberen daarbij vooral te zien naar de noden van de onderneming. En we proberen ook zo neutraal mogelijk te zijn in die doorverwijzing. En ik wil daarbij ook nog eens benadrukken dat de scan openstaat voor alle bedrijven, dus zeker niet enkel onze leden. En hier kan je ook al een beetje meer de look en feel van die quickscan zien. Dus ook om die maturiteit te meten, zijn er 5 verschillende stadia per vraag. Dus hier zie je de stadia voor digitale strategie. En het laatste stadium is altijd het stadium dat het meest vergevorderd is. Dus ondernemingen die vooral dit stadium aangeven, zijn de meest mature bedrijven natuurlijk. Hè. Dus hier kan je dan even kijken hoe je dan een opvolggesprek kan maken. En hier even kort een spindiagram. Dat is natuurlijk niet zo heel duidelijk op die slide, denk ik. En dan hier de stand van zaken van die digitale quickscan. En we hebben daarbij aan Avlaya toe een KPI van minimaal 300 ingevulde surveys. En als je hier ziet op die slide, dan zie je dat we al meer dan 634 ingevulde scans hebben. En als we dan kijken naar het onderscheid tussen productiebedrijven en diensten, dan zie je dat het vooral dienstenbedrijven zijn die de scan hebben ingevuld, namelijk 401. Het zijn ook vooral de kleinere bedrijven met minder dan 10 werknemers die de scan invullen, namelijk 322 ondernemingen die in die categorie zitten hebben die scan ingevuld. Maar we zien ook wel dat 116 bedrijven met meer dan 100 werknemers de scan hebben ingevuld. Dus de scan heeft echt wel een vrij breed beeld, denk ik, van Vlaamse ondernemingen. En je ziet hier ook op de slide de verdeling over de verschillende regio's, maar dat is misschien net iets minder relevant. En rechts zie je ook de maturiteitsniveaus van de bedrijven die de scan hebben ingevuld. Dus de meeste bedrijven, zo'n 53%, zitten in de categorie van gemiddelde maturiteit. En slechts 5% kan je bestempelen als zeer matuur. En ik denk dat dat ook wel klopt als je zou kijken naar de volledige populatie. Al denk ik dat misschien dat percentage daar nog onder die 5% zit. Nu ga ik misschien ook nog heel kort overlopen wat die andere programma's van het FOCA inhouden. Dus ik zal ze kort overlopen per programma. En daarna kan ik eventueel nog wat extra duiding geven per programma als er nog tijd is. Dus links aan boven heb je ons huidige commerciële aanbod. Dat is natuurlijk niet nieuw voor de meeste ondernemingen. En de activiteiten zijn daar vooral gericht op een brede doelgroep. En de ondersteuning is ook vaak in groepsvorm. De activiteiten daar zijn gelinkt aan bewustmaking, inspiratie, lerende netwerken en in beperkte mate ook al de eerste implementatie van kennis. En dan rechts van boven heb je het aanbod binnen contract ondernemerschap. Dat loopt ook nu. Misschien even voor de duidelijkheid uitleggen wat het contract ondernemerschap is. Dat is een overeenkomst met het agentschap Innoveren en Ondernemen. Dat is een programma dat loopt voor 4 jaar. En dat is vooral gericht eigenlijk op de ondersteuning van een brede doelgroep van Vlaamse ondernemingen rond onder andere digitalisering, maar ook rond internationalisering en financiering. En daar gaan we ook al een stapje verder dan ons commercieel aanbod. En we starten daar ook al met kortlopende en langlopende trajecten. We gaan ook al meer richting die coaching. En we leggen ook al een grotere focus op matchmaking. En die matchmaking in deze is niet enkel op het niveau van innovatie of implementatie, maar ook op het niveau van financiering. Dus we proberen ook investeerders beter te koppelen aan start-ups en scale-ups. En die investeerders kunnen daarbij ook corporates zijn. Het is ook zo dat we ons hier al meer gaan focussen op bepaalde technologieën. Zo hebben we ook al afgesproken met Vlaio dat we in het eerste jaar vooral de klemtoon gaan leggen op cybersecurity. En dan links van onder heb je de Digital Experience Labs. Dat is een initiatief van kabinet Krevits. En daarbij is het de doelstelling om in elke provincie een lab te plaatsen om ondernemingen op zeer laagdrempelige manier te ondersteunen binnen datagedreven digitaliseringsprocessen. En een lab moet je zien als een soort van consortium waarbij alle belangrijke partners zitten die iets kunnen aanbieden rond digitalisering. En de partners daarbij zijn vooral de kennisinstellingen of de onderzoekscentra die iets aan te bieden hebben rond digitalisering. En het is zo dat we daar binnen elke provincie nu een consortium hebben bijeengebracht die eigenlijk alle belangrijke partners verenigt.
En dat dossier hebben we ook al ingediend eind november. En als het wordt goedgekeurd, dan kan het ook worden opgestart in Q1 2021. En de focus hier ligt vooral op het implementeren van de technologie zelf. En de doelgroep zijn ook ja, de innovatievolgers bedoel ik. Dus de bedrijven die nog vele stappen kunnen zetten in het digitaliseringsproces. En de begeleiding is ook 1-op-1. De activiteiten daar ook zijn net zoals bij de andere programma's, echt wel vooral sterk gericht eigenlijk op de implementatie zelf bij de onderneming. En de activiteiten die FOCA daar gaat opnemen, zijn vooral de activiteiten die gelinkt zijn aan de SPOC, de SPOC van dat consortium. Dus de SPOC ook die de inkomende vragen van de onderneming gaat ontleden en beter gaat verbinden met de kennisinstellingen of onderzoekscentra die het kunnen aanbieden rond de digitalisering. We geven daarbij ook al eerste lijns advies en we doen ook de algemene begeleiding en opvolging om zo er zeker van te zijn eigenlijk dat elke onderneming geholpen kan worden die daar komt met een vraag. En als die onderneming niet geholpen kan worden binnen het consortium, kan die nog worden doorverwezen naar private partners buiten dat consortium. Dan rechts, of in het midden beter gezegd, onderaan de European Digital Innovation Hubs. Dat is een Europees initiatief met Europese middelen. En daarbij is het de doelstelling om een one-stop-shop op te zetten voor verregaande digitalisering. Dat programma is ook al iets meer gericht op die innovatieleiders, dus zij die al een stapje verder staan in het digitaliseringsproces. En het heeft ook een sterke thematische focus op AI, cybersecurity, supercomputers en digital skills. De activiteiten die FOCA daar zal opnemen, zijn vooral activiteiten gericht aan de toeleiding tot financiering, de toeleiding naar skillsprogramma's, maar ook networking en matchmaking. Nu, dat is ook een initiatief dat nog wel eventjes op zich laat wachten. En de Europese Commissie moet eerst nog met een gesloten oproep komen. En als die hier komt, dan is het zo dat die hubs waarschijnlijk pas worden opgestart ergens in Q3 van 2021. En dan, finaal, heb je ook nog het FOCA Charter Digitaal Transformeren. Dat is een project dat is ingediend als onderdeel van de ESF-call. En de termijn van ondersteuning is hier het langste. En daarbij is het algemene opzet dat we bedrijven willen begeleiden in het volledige digitale transformatiepad, waarbij we vooral willen focussen op het projectmatige en het menselijke aspect. Het zal ook werken naar analogie van ons charter duurzaam ondernemen. En hier gaan we dan werken met bouwstenen van digitale transformatie, die dan succesvol ingevuld dienen te worden. En FOCA zal hier ook de algemene begeleiding en opvolging doen. Ik heb hierna ook nog een aantal slides voorzien om de verschillende programma's kort toe te lichten. Maar ik denk dat we misschien even kort tijd kunnen maken voor een Q&A. Als er dan vragen zijn. En ik weet niet, Frederik, of je misschien ook de deelnemers kan unmuten? Of... Want ik zie dat er voorlopig ook geen vragen binnenkomen. Hè? Dus ik zal misschien even een minuutje wachten en anders kan ik verder gaan met die verschillende programma's misschien heel kort te overlopen. Ik zal misschien even dan al verder gaan met die slides die ik nog had voorzien. En als er een vraag binnenkomt, dan zal ik wel even stoppen. Hè? Want ik denk dat deze sessie ook loopt tot 30 na. Oké, perfect. Goed, dus hier een greep uit ons commerciële aanbod. Ik geef hier enkele voorbeelden van, zoals onder andere de Digital Academy in Limburg of de AI Academie in West-Vlaanderen. En de invulling van deze programma's wordt vooral bepaald door de kamers en koophandel zelf. En dat is ook afhankelijk van de noden. Er is ook geen ex-ante bepaalde focus of doelgroep. Dus dan hier het contract ondernemerschap. Zoals er juist ook al vermeld is, dat een programma dat 4 jaar loopt. En hier heb ik ook kort de KPI's opgelijst met betrekking tot het bereik in Vlaanderen. Natuurlijk, dat zijn KPI's voor de Vlaamse overheid. Wij mikken veel hoger, zeker ook met die digitale quickscan, zoals ik daarnet had toegelicht. Want daar is de KPI gelegd op minimaal 300 ondernemingen die de scan zouden moeten invullen op jaarbasis, verspreid over Vlaanderen. Dan nog enkele events binnen het contract ondernemerschap, waarvan er ook al een paar zijn voorbij. Dus je ziet onder andere de Big Score die vorige week was.
Dus hier hebben we ook corporate startups en scale-ups laten pitchen en beter laten connecteren met elkaar. En het zijn ook zulke zaken waar we in de toekomst meer op willen inzetten. Dan ja, die Digital Experience Labs. Wat kan ik daar nog zeggen? Dus we hebben dat dossier ook eind november ingediend en dat wordt normaal opgestart in Q1 2021. En we hebben daar ook een customer journey ontwikkeld om elke onderneming en hun vraag op een uniforme manier te behandelen en door te verwijzen naar de relevante partner. Dan de European Digital Innovation Hubs, dus dat Europese verhaal. Dus dat werkt in twee verschillende fasen. Er was eerst een preselectie via departement EBI. En dan vervolgens volgt een gesloten Europese call. Dus die preselectie is al achter de rug. En Voka zelf zit ook in vier verschillende projectaanvragen. En we zitten namelijk in een projectaanvraag rond Industrie 4.0, gericht op de maakindustrie. De coördinator is daar Flanders Meek. Daarnaast zit ook nog in een consortium rond AI, eentje rond health en eentje rond energy en built environments. Dus qua timing hopen we op Q3 2021 dat het kan worden opgestart. Daar is het wel nog afwachten welke hubs worden ondersteund en ook ja, hoe groot onze finale rol binnen Voka zal zijn. Misschien ook nog even te vermelden, is het zo dat er binnen België minimaal 3 tot maximaal 6 van die hubs ondersteund zou kunnen worden. En het is zo dat er in Vlaanderen, als ik me niet vergis, 9 consortia de preselectie hebben overleefd. En dan in Brussel is er ook nog eentje. En dan in Wallonië 2. En als misschien iemand van EW ook in de call zit, dan kan hij mij misschien eventueel corrigeren als ik iets verkeerd zou gezegd hebben. En dan tenslotte, ja, Voka Charter digitaal transformeren. Dus daar gaan we een denkkader op zetten en een begeleidingstraject gaan we ontwikkelen. En die gaan we dan aanbieden aan KMO's in digitale transformatie. Dus zoals eerder gezegd, zal Voka daar vooral optreden als algemene begeleider. De partners waarmee we gaan samenwerken staan hier ook opgelijst. Dat is onder andere Nexworks, Segeka, Workitext en Mint Europe. In het kader van dat project wordt ook het opleidingsaanbod rond digitale transformatie in Vlaanderen verder in kaart gebracht. Dus dat zal ook wat meer transparantie geven voor ondernemers binnen Vlaanderen. En ook, zoals net gezegd, dat project werd net opgestart. Voilà, dat was een beetje mijn uitleg. Ik heb hier ook nog de coördinator gezet van mijn collega's, die die digitale projecten ook mee ondersteunen en aansturen vanuit Voka. En ik zie dat er ondertussen niet meer vragen zijn binnengekomen. Dus ja, als je nadien, dus na deze sessie, ook nog vragen hebt rond digitalisering en de rol die Voka daarin speelt, kan je mij altijd ook opbellen. Ik ben ook bezig met andere dossiers, vooral bijvoorbeeld gelinkt aan 5G, AI en cybersecurity. En ook ja, dus ik ben bevoegd voor digitale transformatie binnen Voka en die digitale transformatie, dat is vrij breed. Dus ik focus niet enkel op die technologieën, maar bijvoorbeeld ook op die arbeidscompetenties die veranderen of die businessmodellen die toch wel anders moeten ingevuld worden om die digitale transformatie optimaal ja, te valoriseren. Voilà, en dat was een beetje mijn uitleg, denk ik.